gebruik. Albert Heijn huiswijn. Maar ja, al die groene doppen komen van Jozef vandaan. Je liegt. Niet allemaal. Alle groene komen van jou vandaan. Kan niet. Alle groene komen van Jozef vandaan. Eenvoudige portretjes en kan zeggen dat ze een eigen... Ja, hou je knips dan in, ja. Ja? Knippie, ja. Oké, alsjeblieft. Monsieur. Handig, hè? Ja. Hé, hey, Bart, ik was Jan Meevoud. Ken jij die nog? De beeldhouwer? Nee. Nou, Jan Meevoud, daar ging ik s'avonds op bezoek, hè. Dus die, Joepie, kom eens even een glaasje wijn drinken. Kijk, dan doe je zo. Ja. En dan hebben we hem. Ja. Nou, klaar, hè. Samplen. Maar Jan Meevoud... Ja. Glaasje wijn drinken. Ja. Die kon ook nooit stilzitten. En dan zat hij... te hakken in een marmer blokje. Ja. En dan om 11 uur 's avonds lag er een naakt wijfje. Mooi, mooi. Ja. Ik zei, Jan, je begrijpt het zeker, hè? Die koop ik. Ja. Hij zegt, die koop jij helemaal niet. Wat heb ik hem al een andere klant voor? Ja. Ik zeg, wie dan? Nou, hij zegt, dat is een mevrouw. Ik zeg, welke mevrouw? Hij zegt, Hare Majesteit. Ja, hey, Beatrix die kocht... Ah ja? Ja, die kocht Jan Meevoud. Oh, geweldig. Maar die zat te hakken waar je bij zat en dan kon die zo een vrouwtje tevoorschijn toveren. Ja, ja. Ja, maar dat doe jij ook met je van kleur maken. Echt niet. Nou, je was in goed gezelschap, hè? Zo kennen we nog wel een paar. Dame la botella, dámela. Dit is dan vrouwtje met wie ik 8 jaar samen ben geweest. Nee, ik had op een gegeven moment een schoonzoon, was een jonge Ghanees. Ja. Die was inderdaad zo zwart als roet. En toen dacht ik, wat ben ik nou gewoon lul om alleen maar blanke en witte mensen. Ik dacht, nou, dan maak ik ze helemaal zwart ook. Hij lachte, hij vond het geweldig. Ja, gewoon. Ja, dat is wel te zien.